allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Let's Play. En deze video is wederom weer wat later, aangezien Star Stable de laatste tijd echt fucking laat is. Maar dat maakt eventjes niet uit. Wij gaan vandaag de nieuwe Halflinger bekijken en kopen, want de Halflingers zijn geüpdate. Nou heb ik eerlijk gezegd geen idee waar ze te koop staan. En dit is dus de ene van. Die vind ik zelf niet zo mooi. Maar goed, we gaan ze straks even bekijken. En op de kaart kunnen we wel zien waar ze staan. En deze zijn ook de Talina en Campos. Ik vind deze eigenlijk best wel mooi eigenlijk. Maar oké, laten we kaarticoontjes en dan paard. Nee, dat is mijn paard. Nieuw paard. Oh, voor het Pinta. Wacht. Voor het Pinta natuurlijk, maar ook ergens anders toch? In ieder geval, ik neem aan dat het niet alleen in Fort Pinta is, maar misschien ook wel. Ik weet natuurlijk dat er één in Fort Pinta staat, maar dat is toch altijd zo? Waar zijn dan alle anderen? Of zijn ze letterlijk allemaal in Fort Pinta? I don't know. Maar ik heb oprecht geen idee waar ze staan. Ik heb helemaal... Nee, ik heb echt geen idee. Of ik kijk er helemaal overheen op de kaart. Maar ik weet dat er altijd één in Fort Pinta staat, wat logisch is. Oh... Wacht, daar staat er één, maar staan ze nu allemaal... Hier staat dat ze hier beneden zijn. Oh, wacht, het zijn die paarden. Ja, maar broer... Ja, maar ik wil de halve... Oh... Maar wacht even, want... Natuurlijk staan ze in voor het pit... Wacht even, want je hebt... Nu met dat nieuwe scherm heb je natuurlijk maar één paard nodig. Want dan kan je zeg maar gewoon... Alle kleuren... dit is natuurlijk een apart ras. Talina is een apart ras van... Campos. Hoe kan ik de kleuren veranderen? Oeh. Ja, leuk. Maar anyway, het is natuurlijk dus nu zo dat er maar één paard nodig is. Je hoeft niet alle kleuren op allemaal naast elkaar. Heb je niet meer nodig. If that makes sense. Ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel, maar ik zal het zo meteen even laten zien. Dat heb ik al laten zien, maar ik weet niet of mensen het realiseerden, want ik realiseerde dat me net pas. Je hebt maar één paard, letterlijk één paard nodig om alle kleuren ervan te kunnen zien. Wat eigenlijk best wel een beetje een moodkiller is, if you ask me. Ik vind het toch wel een beetje sad. Want nu heb je zeg maar letterlijk... Maar kan je dan die andere ook kopen als je een laag level bent? I don't know. Kijk, want je kan deze, maar je zegt vacht wijzigen. Wat? Waarom kan ik niet de vacht wijzigen? Maanden wijzigen, vacht. Maar hier staat wel er maar één. Ik moet zeggen, deze vind ik echt... Kijk, ik kan trouwens wel draaien. Je moet je rechtermuisknop indrukken. Dat had ik de laatste keer, zei ik dat het niet kon. Draf. Galop. Ik moet jullie bekennen dat deze waarschijnlijk degene wordt die ik ga kopen. Ze zijn trouwens 900 starcoins. Maar waar staat de rest? Waar is de rest van de halflingers? Ik weet het niet. Ik heb eerlijk echt geen idee. En... Het nieuwe paardendingetje staat nu bij die Campos en zo. Dus ik kan nu ook niet vinden waar ze staan. Waar staan ze? Zouden ze bij de renbaan staan? Jongens, ik heb geen idee. Ik ga even op onderzoek uit en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, ik heb me laten vertellen dat de rest van de kleuren toch bij de rijhal staan. Dus dan gaan we daarheen. Ja, ik wist het niet. Ik heb geen idee. Maar nu het zegt, of nu zij het zei... Dacht ik van, oh wacht. Er is inderdaad wat veranderd met de paints. Of de, ja, de paints toch? Die hier staan. Zijn dit paints? I don't know. Volgens mij wel. Die waren toen veranderd. Oh ja, kijk, hier zijn ook wel mensen. Oké, ja, hier staan ze. Oké. Goed, we gaan ze allemaal even bekijken. Oeh, die is ook wel mooi trouwens. Oh my god, oké. Nou, we kunnen hier ze gewoon natuurlijk allemaal bekijken. Je hebt deze, die is wat donkerder. Deze, maar die staat toch in Fort Pinta? Deze? Nee, deze beperking level 11. Maar, oké, goed. Nou ja, ja, deze vind ik iets te donker zelf. Deze vind ik ontzettend mooi. Volgens mij is het deze van Fort Pinta, but I'm not sure. Dan heb je deze ook wel oké. De hele lichte ook wel erg mooi. Dan heb je deze hele donkere, daar ben ik zelf echt totaal geen fan van, eerlijk gezegd. Dan heb je deze en die is ook heel apart. En ik heb nog nooit in mijn leven zo'n halflinger gezien. Ik weet ook niet of dat bestaat. Maar ik weet eigenlijk vrij zeker dat ik deze wil gaan kopen. Dus laten we dat gewoon doen. Laten we ook even kijken of we direct de andere maanstijl willen doen. Oké,
Dit zijn, dus oké, okay, de staart verandert niet, dus de normale manen. Dit is de andere, dat vind ik zelf een beetje, dit is wel heel mooi eigenlijk, maar ik denk dat het niet zo mooi is met het rennen en zo. Dan heb je dit, maar dat staat niet echt bij een halflinger, vind ik, en dit ook niet. Deze heeft een vlecht. Ja, ik vind het op zich dat wel leuk, maar jammer dat je niet kan inzoomen op het paard. Normale vlechtjes, ook niet heel erg fan van. Ik zit te twijfelen tussen deze of gewoon deze. Weet je, ik kan altijd nog deze doen, zeg maar. Die kan ik altijd nog kopen. Laat ik het gewoon zo doen. Aflinger generatie 3. Komt uit Oostenrijk en Noord-Italië. Bla, bla, bla. Nee, dit is... Oké, whatever. Dit wil ik niet. De vorige. Laten we hem gewoon kopen. Want dit is toch echt degene die ik wil kopen. En, ja. Ja, ik vind deze echt, echt mooi zitten. Gewoon met die appeltjes en gewoon de kleur is perfect. Ik vind het hoofd heel mooi. De witte, hoe heet dat, eyelashes, wimpers, is ook wel gaaf. Mooi roze snoetje. Ja, ik denk dat ik deze gewoon ga kopen. Wat is het? Ik denk dat het een Mary is in ieder geval. Laten we een jonge Mary doen. Nou, en dan gaan we weer een naam uitzoeken. Dus ik zie jullie straks als ik eindelijk een naam heb gevonden. Oké, ik heb een naam gevonden. Fantasy, want het is toch wel een beetje een sprookjespaard, vind ik. Ik vind de halflinger gewoon heel, heel, heel mooi. Ik noem hem gewoon Fantasy. Vind ik leuk. En Mary, een jonge Mary. Dus let's go. Ga er kopen. Oeh. Oh ja, dan krijgen we dat scherm weer. Oh my god. I love this. Nog steeds. Dit is gewoon de tweede keer dat ik dit zie. Heel erg leuk. Really pretty. Ik weet niet, verder gaat er niet heel veel gebeuren volgens mij. Dus dan zeg ik gewoon meteen rijden. Alleen al mijn tech en zo is natuurlijk nu weg. Dus ja, dat is een beetje jammer. Laat ik even inzoomen. Mijn tech is weg. Zet. Oké, okay, oh my god. Oké, okay, really pretty. Laat ik gewoon eventjes toch even paardentaxi bellen. En dan gaan we toch even... naar mijn stal om toch even mijn zadelozen op te halen. Ik vergeet dat elke keer. Ik vind het jammer dat ze dat niet in de vertalers droppen of zo. Je moet er echt aan denken. Om al je spulletjes even van je andere paard af te halen. Voordat je een paard gaat kopen. Maar oké, is niet erg. Dit is de basisuitrusting. Kan ik die nou wel of niet verkopen? Nee toch? Oké, dan gooi ik het weg. Nou, ik zat op... hoe heet hij? Sienna Song. Even al deze spul af. Dan kan ik mijn nieuwe paard bewonderen. Gauw, gauw, gauw. Dit duurt ook veel te lang. Je moet gewoon... Knoppen moeten ze gewoon ontwikkelen met gewoon alles eraf of zo. En alles... Gewoon alles in één keer. Ik ben lui. Oeh. Even kijken, kan ik een ander hoofdstel op? Kan ik deze op? Ja. Oh, dat is wel echt nice. Alright. En we hebben natuurlijk de gang al gezien, maar het ziet er altijd anders uit. De sprong heb ik trouwens nog niet gezien. Maar het ziet er altijd ook anders uit met het poppetje erop. En de gangen die je te zien krijgt, zijn ook allemaal vanaf, zeg maar, alsof het paard al level 15 is. Dus veel sneller. Dus ja, oké. Ik weet niet of jullie weten wat ik bedoel, maar... Oké, gebruik de interface verbergen. En dan gaan we, stappen. Ja, ik vind het heel mooi hoor. Serieus, prima. Dit setje staat hem ook wel goed trouwens. Via haar. Heel vrolijk drafje. Een beetje alsof de Godland. Het is wel een paard wat... geen originele... hoe heet dat? Geen originele gangen heeft. Ze zijn allemaal een beetje gekopieerd van andere paarden die er al zijn, helaas. Vooral van de Godland, denk ik. Heel leuk. Galop. Handgalop, of hoe noemt het? Het snelle galop. Ik ben wel fan van deze animaties, dus ik vind het niet erg dat deze in zijn animaties heeft. Snellere galop. En helemaal snelle galop. En nu de stop. Oh ja, echt totaal niks bijzonders eigenlijk. Eventjes de steiger. Dat is ook echt de Godland volgens mij. Wel heel traag trouwens, holy shit. Ik weet niet of... Achteruit lopen. Ja, gewoon achteruit. Zijkant.
Ja, niks bijzonders. Kan die nog een speciale gang? Ik druk op spatie, dan gebeurt er niks. Wat als ik zo doe en dan shift W? Kan die niks speciaals? You have got to be kidding me. Dit beest kan niks speciaals. Is dit echt? Oh my god. Het is echt zo. Zo, sinds wanneer? Kijk, de halflinger kan ook niet per se echt iets speciaals. Op Star, zeg maar in het echt bedoel ik. Maar ik had op Starship nog wel verwacht dat hij in ieder geval kon liggen of zo, weet je wel. But no. Gewoon, nee, gewoon niet. In ieder geval, I don't know, maar volgens mij niet. Het nieuws staat er nog steeds niet op, volgens mij. Dus ik ga eventjes mijn telefoon nog even er gauw bij pakken. Star Stable. Maar net stond het er nog niet op, zoals altijd. Oh, wacht. Ja, heldhaftige haflingers. Oké, okay, Pride Month. Het is Pride Maand. Het is natuurlijk 1 juni. Dat is helemaal in de teken van de Pride. Oké, haflinger. Even kijken, waar vind ik hem? In een haflinger verpitten, de andere in rijhal. Talina Kappel ze terug. Pandoroggen. Oh, dat zijn die. Oké. Oh, de bonuswinkel heeft een nieuw item. Het is volgende week weer tijd voor het kleurrijk festival van Jorvik. Dat is dan de regenboogfestival. En daar heb ik echt super veel zin in, want ik hou van festivals op Star Stable. Dus ja. Oh, en ik moet trouwens echt nu veel gaan trainen. Oh, de sprong hebben we nog helemaal niet gezien, joh. Oké, wacht. Laat ik even wat inzoomen weer. Ja, prima sprong, weet je, ja. Tegenwoordig maakt Star Stable de sprongen wel echt een stuk beter als eerst. Ja, weet niet, het paardje is niet echt heel speciaal, moet ik zeggen. Ja, het is een halflinger. Maar, that's it. Hij is een beetje nagemaakt van alle andere paarden. Hij is niet heel speciaal. Hij is wel leuk, oh god. Oh, dit duurt ook allemaal zo lang, het paard, jongen. Maar goed, volgende week weer een evenement, een festival. Wat heel leuk is, want dan kunnen we weer XP grinden en leuke dingen verzamelen. Kleren verzamelen en ja, dat vind ik toch wel heel erg leuk. Dan ben ik toch weer wat actiever op Star Stable. Dus dat is leuk. En heb ik gewoon weer wat te doen. Want dat heb ik natuurlijk nu niet echt. Want ja, nu heb ik een paard gekocht en dat was de update alweer. Dus ja. Ja, trainen. Ik weet dat ik heel veel moet trainen. Ik heb echt, ik ben zo niet goed in trainen. Ja. Dat moet ik wel doen. Dat is ook het enige wat ik eigenlijk nog kan doen op Star Stable. Al heb ik nog wel een paar dingen die ik nog kan verzamelen voor dat boek en zo. Maar daar blijft het ook wel bij. Dat is het. Laten we eventjes hier zo het bonus item gaan checken. Zo, oké. Een apart zadel. Oh, kut. Dat was niet de bedoeling. Hoe heet het zadel? Wacht even. Dressusha. Oh ja, dat is van de admiraal. Admiraal, I don't know. Ja, het is leuk. Het is wel een mooi zadel, ja. Voor als er een set echt bij past of zo. Maar zelf hou ik van, even gapen. Hou ik van zadels met één kleur, zwart of wit of bruin. Maar goed, mocht ik een keer in een gekke bui zijn, dan kan ik dat doen. Is er nog verandering in, in deze schema? Nee, toch? Om 11:30 is er in ieder geval geen champ. Dus dat is jammer. Nee, het is nu weer veranderd naar de normale tijden volgens mij. Van 6 tot 11. Maar dat was volgens mij vorige week ook al. I'm not sure. Ik heb niet heel erg opgelet. Maar ja, dit was eigenlijk de update. Ik ga niet zo'n vissenpaard kopen. Dat ga ik niet doen. Maar ik vind het nog steeds raar dat het paard geen aparte animatie heeft. Maar ik kan het ook niet vinden op een nieuws, dus hij zal het wel gewoon niet hebben. Dus ja, ik heb de halflinger gekocht en meer was natuurlijk ook deze update niet. Dus ja, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En laat even in de reacties weten of jij een halflinger hebt gekocht, wat jij van ze vindt en welke je hebt gekocht als je er een hebt gekocht. En dan zien jullie aanstaande zaterdag weer bij een nieuwe video. Dus tot dan. Doei!